Deze kant. Kijk er eentje, alsjeblieft. Deze kant, alsjeblieft. Deze kant. Een eentje omdraaien. Nog eentje. Hallo. Ja, eentje deze. Deze kant. Nog eentje deze. En daarnaast nog even. Goedemiddag. Is het midden als u? Kunnen jullie deze even kijken? Allemaal deze kant maar kijken. Ja, goed. Goedemiddag. Heel kastig allemaal. Dankjewel. Goedemiddag. Hartelijk welkom weer. Dit is het niet Koningshuis. Eentje bij deze. Mooi hoor. Meneer Van der Laan, heel goed. Mooie foto's dat? Heel goed, hè? Voor de familie gemaakt. Oké, mooi. Ja. Wat een eer. Heel leuk. Beste Henk van Meijden, de club Circus Vrienden Nederland heeft mij gevraagd om jou vandaag de hoogste onderscheiding op circusgebied in ons land uit te reiken. De Oscar Carré trofee. Vernoemd naar de oprichter van dit prachtige theater. En u weet allemaal, de Oscar, dus eigenlijk is het een dubbele Oscar die jij hier krijgt. Het Nationaal Circus van Noord-Korea. Vroeger was hij groot journalist bij de Telegraaf. Staat er niet in de weg dat hij de geheime ambassadeur is in deze communistische landen. Beide circusgrootmachten, door Henk het Circus Adel genoemd, trekken volle zalen in alle Europese steden. Maar meestal doen ze de première, het is de eerste voorstelling hier. Henk, ik wil op eigen titel. Maar zeker met toestemming van de circusvrienden ook proberen jouw vrouw Monika Strochman. Behalve dat vrijwel al die buitenlandse reizen vergezeld, heeft zij ook ontzettend veel kennis van circuszalen en circuszaken. Dus ook haar gefeliciteerd. Van harte reik ik jou de Oscar Carré trofee uit. En dat doe ik zowel de moedanigheid van burgemeester van Amsterdam, als liefhebber van dit circus en natuurlijk als vader van blije kinderen. Maar dank u wel dat u dit hier wilde doen namens de Club Circus Vrienden Nederland. Ik ben heel trots op deze Oscar. Ik zeg ook al Oscar, het is de oer-Oscar van de wereld, kan ik zeggen. Ook met het circus is in 2000 jaar geleden allemaal begonnen, het theater en het film. En wat is het mooier om zo'n prijs te krijgen hier op deze gewijde grond, waar 127 jaar geleden Oscar Carré optrad met zijn paarden. Een paar zit u straks binnen. Oké, nu showtime!